Ja, het waait ook best aardig. Ik denk een knoopje of 20. We hebben net even wat aan de wind gezeild. Het ging eigenlijk verbluffend makkelijk. We hebben eigenlijk veel te veel zeil voor 20 knopen. Mag je best stellen, maar hij was prima in de hand te houden. En we liepen, ik denk 25 graden aan de wind schijnbaar. Zomaar 6, 7, 6, 8, soms even 7 knopen. Hij vaart best wel gemakkelijk hard eigenlijk. En, eigenlijk van tevoren misschien niet gedacht. Dat hij eigenlijk wel met het licht weer al best wel hard zou lopen. Maar, en daardoor met deze wind best wel tijdelijk zou worden. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Er zit natuurlijk ook een volle lode kiel onder. En een behoorlijke aanvangsstabiliteit, denk ik. We zijn hier aan boord van de Grand Soleil 40. U ziet, het is een chic, maar vrij donker afgewerkt interieur met vrij donker hout en blauwe kussens. Op zich ziet het er natuurlijk wel scheeps uit, maar ik vind het zelf dat er eigenlijk niet zo gek veel licht is hier in dit interieur. Verder is het wel heel mooi afgewerkt. Zo'n kaartentafel is mooi afgewerkt, de keuken ook. De boot heeft twee natte cellen, één in het voorschip, dat is duidelijk het chicste, dus kennen die hut ook duidelijk bedoeld als de eigenaarscabine. Aan de achterkant zijn twee identieke hutten voor de bemanning of voor kinderen. En die hebben ook een eigen douche en toilet.